Goedemorgen, we zijn al dag 2 van Krinkel en we gaan straks langs bij Verbond West-Vlaanderen en Verbond Kempen. We gaan ook eens langs op het marktje dat hier te doen is vandaag. En wat? Er staat iets op de planning en dat wat heet. Dus geen idee wat het is, we gaan eens rondvragen. We gaan vandaag weer 2 kampgronden bezoeken en dat zijn de Kempen en West-Vlaanderen. En we gaan gewoon beginnen achter ons bij West-Vlaanderen. Oei, beetje weet je, en minder nog, kom recht, allemaal mok erop, want ik heb praat erop. We zijn hier bij Verbond West-Vlaanderen. Wie zijn jullie? Lucas en Elias. Dat je met zoveel bent, is er een speciale manier hoe je dat organiseert? Onze logistiek verloopt wel heel goed. Ook het eten verloopt vrij veel vlotter dan 4-5 jaar geleden. Ja. Merken we ook, dus dat is wel een heel groot pluspunt van dit jaar. Oeh, ja. Wat maakt West-Vlaanderen zoveel beter dan andere kampen? Gewoon, we zijn al West-Vlaming, we zijn werkers, we hebben een inkleding van Kai gaan hebben. Dat is zo wat, een kerkthema of zo? We zijn eigenlijk een dorp, we hebben een volledig dorp opgesteld, dat we eigenlijk een nieuwe kolonie hier starten, in Merksplas. Okay. Normaal is dat in Gent, onze kolonie. Ja, ik was maar, zo net zijn. We zijn aan het uitbreiden. Ja, voilà. Je ziet het, de West-Vlaming stopt niet met de overnemen van alles. Goed, ik ga wat quickfire questions doen en je moet ook gewoon echt het eerste zeggen dat in je opkomt. Het zijn 5 vraagjes. Start de klok. Wat is jullie favoriete Giro-spel? Weerwolven. Wat is jullie favoriete BV van de streek? Wim Obroek. Wat is jullie guilty pleasure op kamp? Guilty pleasure? Ja, amazing. En amazing. Dansen. Met alles op kamp. Ja. Oké, okay, goed. Hoeveel dagen kun je doen met dezelfde onderbroek? Dat acceptabel is. Ik ken je eigenlijk, maar sorry. 2,5. 2,5? Oké, ben je de buiten eruit en dan... Boah, ja. En dan, het allerlaatste is, wat is jullie favoriete uitspraak in jullie dialect? Een kapotte klokken staat ook 2 keer dag juist. Nog 1 dingetje dat we aan alle kampronden vragen. Voor eens en voor altijd willen we de discussie oplossen. Is het bladsteenschaar of schaarsteenpapier? Bladsteenschaar. No doubt. No doubt, voilà. Je hoort het, West-Vlaming neemt gelijk. Bladsteenschaar, dank u wel voor dit interview. Okay. Van het ene boerendorp naar de andere boerenstreek, de Kempen. Bijna drie. Ga ik staan aan. Wij gaan weer knallen en wij gaan weer los. Want wij zijn van de Kempen en dat is ons trots. Wij gaan weer knallen en wij gaan weer los. Want wij zijn van de Kempen. We staan hier bij Verbond Kempen. Hallo, u bent? Ik ben Tuur. Dag Tuur. Ik zie dat er hier overal wat boerenthema's zijn dit jaar. Is dat bewust of is dat gewoon iets dat je standaard meepakt op Krinkel? Nee, dat is niet standaard. We hebben er eigenlijk voor gekozen om dit jaar ons thema boeren te maken. Ja. En van waar de keuze? Goh, dat is gewoon beslist eigenlijk met de groep van wat typeert de Kempen eigenlijk. En er zijn eigenlijk ook wel heel veel boeren hier in de omstreken. Merksplaats is daar ook een voorbeeld van. De weien die dat hier ter beschikking gesteld zijn, dat is ook allemaal van boeren en zo. Oké, ik snap het. Een beetje competitief met West-Vlaanderen die daar ligt, die ook heel veel boeren vindt. Jullie willen het boertigste van Krinkel worden? Of? Dat is niet per se een opzet, maar ik denk dat wij sowieso wel het meest boer zijn. Ik heb ook gehoord dat jullie in jullie eigen circus tent, of hoe noemt dat, mee hebben. Hoe komt dat? Ja, er is eigenlijk een Giro bij ons, Giro Dessel, die dat geïnvesteerd in zo'n grote spantent. En nu mogen jullie die gewoon gebruiken? Ja, wij hebben de luxe dat dat heel Kempen gezinde Giro's zijn, die van Dessel. Kleine shout-out naar Giro Dessel. Een gigantische shout-out naar Giro Dessel. Top. Oké, ik heb een paar vlugge vraagjes die dat je het eerste wat er nu opkomt, moet antwoorden. Okay. En dat zal een beetje de Kempen typeren in die zin. Start de klok. Wat is uw favoriete Giro-spel? Balkenstamp. Favoriete BV van de streek? Koendebouw. Wat is uw guilty pleasure op kamp? Een goede koude douche. Een koude douche, niet warm. Echt een heerlijke koude douche bij warm weer. Okay. Hoeveel dagen kun je doen met dezelfde onderbroek volgens u? 4. 4. Zo een keer binnenste buiten, achterste voren. En... Ja, je hebt 4 kanten van een onderbroek. 4 kanten, oké. Okay. Ja, oké, okay, ik snap het. En als laatste, wat is uw favoriete uitspraak in het Kempisch dialect? Moet niet goed zijn, at my vuiles. Oké, dan heb ik nog 1 laatste vraag. Is het bladsteenschaar of schaarsteenpapier? Het is wel degelijk bladsteenschaar. Je hoort het. Ik denk dat het al 3-0 is voorlopig. Prima, dankjewel. En nog veel plezier op Krinkel. Ja. Dankjewel. Ik sta hierbij. Helena. Helena en? Kim. Kim. Jullie zijn van Pimento.
Wat is Pimento? Pimento is eigenlijk een stukje van de Giro die zich bezighoudt met vormingen geven. En dat is teambuilding, identiteit en zingeving, relaties en seksualiteit, weerbaarheid op het web, pesten en weerbaarheid. Heel gevarieerd eigenlijk. En jullie staan hier op het marktje en wat doen jullie hier juist? We zijn eigenlijk een wedstrijd aan het houden. Je ziet daar het bord achter u. Onze Zeg eens A. En we doen ook niet zomaar Zeg eens A, want het gaat eigenlijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aha. Als je het ziet, dan heb je dan de zie ik de A's. Ja. A's. Inderdaad, anderen betrekken, afleiden, afzonderen, aanspreken en aanwezig blijven. Ik sta hierbij. Bij Nico. En Raf. Nico en Raf, en jullie zijn van De Banier. Ja, wij zijn vrijwilligers voor De Banier. Jullie staan hier met een bar op het marktje. Waar kwam het idee van een bar te doen? Kijk, omdat het hier zo een succes altijd is in de winkel hierachter, is het bar-idee ontstaan, vorige krinkel al, omdat de mensen in stijl en met iets leuk mogen wachten dan. Als je iets moet zeggen aan de mensen thuis die ook zoiets hebben van ik wil ook wel iets voor De Banier doen, wat zouden ze zeggen naar hen? Oh. Heel veel leuke dingen. Er is een assortimentscommissie die mede het Giro-assortiment bepalen. Die bekijken wat er allemaal uit de pedagogie van de Giro komt. En daar doen die ook voorstellen aan om dingen te vinden eigenlijk, of te ontwerpen, om dan te verkopen voor ten voordele van de Giro. En op dingen zoals nu en op startdagen altijd volk nodig. Okay. Super. Lode van de DAA. Vertel mij eens, Lode, wat doet de DAA zoal? De DAA, wat doet hij? Eerst en vooral heel veel avontuurlijke dingen. Wij doen sjorren, vuur maken, outdoor cooking en natuurlijk het hoogteparcours. Dat staat hier ook opgesteld en kunnen ook proberen. Wat is het DAA voor u? Hoe zijn jij daar terecht gekomen? Door de vorige krinkel die hier te leren kennen met de andere grote sjorring. En dan het touwparcours ook te doen. En dan gezegd van oké, ik ben zelf avontuurlijk. Ik ga eens informeren waar ik mijn eigen kan inschrijven en hoe dat ik daarbij ga geraken. Dus als er mensen zijn die thuis ook iets hebben van ik ben ook avontuurlijk, wat zouden ze zeggen tegen? Gewoon doen. Gewoon afkomen. Op dag 2 van Krinkel is er een wat deze namiddag. Niemand weet wat het is, zelfs ik weet niet wat het is. Dus we gaan eens rondvragen bij de mensen wat zij denken dat het zou kunnen zijn. De wat. We zitten hier bij Sarah en Tess. Sarah en Tess, goed, hebben jullie dagklapper alles goed bekeken? Vanavond is er iets te doen, blijkbaar. Ja, wat? Vanavond is er iets te doen. Ja, wat? Vanavond is er iets te doen. Ja, wat? Ah, wat? Wat? Dat er iets te doen is vanavond. Ja, wat? 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 Wat er te doen is vanavond. Weet je wat er te doen is? Ik denk, wat? Heb je enig idee wat dat zou kunnen zijn? Het is een massamoment. Ik hoop een optreden van Bart Peters. Een derde keer Bart Peters op Krinkel. Doen we dat nog? Bart Peters. Bart Peter? Ja. Is er al een tweede die dat zegt? Ja, het is een stevig feestje, denk ik. Groepsspel of zo. De grote kent dus. Is het iets met talenten? Ik vermoed dat het een unieke activiteit is. Ja, ik denk dat we met heel Krinkel iets gaan doen. Dus allemaal samen misschien een groot massaspel. Maar dus blijkbaar is dat wel een massamoment. En ze zoeken nog een acte de présence. Een soort van tussenstukje. Maar hij kon iets, hè. Yo, what fuck. Zo smooth ook. 220. Wow, dat was allemaal zo clean, hè. Prachtig. Thomas gaat ons eens voortonen hoe slecht hij kan kubben. Dat is mea ho. Dat is al heel stabiel voor het moment. Ik zie wel al... Wauw, en zo vlot ook. Ah, what the fuck. Wacht, ik ken dat. Wat was dat? Wat een feestje, wat een zangstemmen, wauw. Maar ik ben echt mega hard onder de indruk. Ik kruip vlug terug in de tent, zodat ik morgen nog wat energie heb voor nog 3 dagen krinkel. Ik ben er helemaal klaar voor. Tot de volgende. Bye.